Mooi 6 en 7 jaar. Voor Veldhoven zien wij aan het hek staan Koen Nijssen. We gaan kijken naar de plakpunten met Julie van den Am. Flying Devils met Tigo van Os. Nogmaals Flying Devils, Guus Snijders. Voor de deurtrappers, Rin van Summeren. FCC Milan met Yvenne de Veer. Nogmaals de deurtrappers met Ruben Wezemans. En voor de wheels, Sam Meijer. Wie gaat het worden, wie gaat het zeven, wie gaat de dag zeven op zijn naam zetten? En Sam Meijer, dat hij dat het hele seizoen al bijna gedaan heeft en ook leiderklassement is, dan ook niet meer ingehaald worden. Dus hij gaat in ieder geval met het eremetaal vandaag naar huis in de competitieverband. En hij mag die trui om de schouders hangen. Sam Meijer voor FCC de Wiels en hij doet zijn naam eer aan, want hij gaat hier gewoon als eerste het tweede stuk opkomen. Op de tweede plek gaan wij kijken naar de 1-0-1 plaat. En dat is Ruben Wezemans, ook een heel sterke eer natuurlijk. En wat dacht je dan voor die dame met die roze helft in de veer? Haar eerste seizoen heren, ik denk de vierde, vijfde wedstrijd. Zit hier gewoon in die A-finale op die derde pot. En dan is wel knap, maar het is hier een meester. Ik heb hem wel eens de schildpad genoemd omdat hij wat langzaam op gang kwam. Maar het gaat steeds beter. Ik denk dat hij de waardige kampioen is in deze klasse. Sam Meijer.